En, hoe vonden jullie die intro? Leuk? En, ga je vanavond een schoentje zetten? En als u het goed vindt, bouwen we nog een heel groot feest. En gaan we zometeen ook nog foto's nemen hier op het podium. En hoe vind jij het? Leuk. Heb je al je schoentje gezet? Nog niet, vanavond. En staan er leuke cadeaus op je verlanglijstje? Ja. En toch? Heel leuk. Ja. Ben je vanochtend ook in de stad geweest? Of? Nee, dat niet. En ga je vanavond je schoentje zetten? Ja. Ja, 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 en? Ja, 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 ja. En ze... Ja, doen we. Ik vind het wel heel erg leuk. En heb je al je schoentje gezet voor vanavond? Ja. En zitten er veel cadeautjes op je verlanglijstje? Heel veel. Nou, het gaat heel goed. Ik moet zeggen dat we een fantastische ontvangst hebben hier in Dordrecht. Ja, want u bent vanochtend aangekomen in Dordrecht. Hoe vond u dat? Waren de kinderen heel erg leuk? Waren de kinderen heel enthousiast? Nou, ik zou je vertellen, het is volgens mij nog nooit zo druk geweest in de haven, op het Scheffersplein, in Krabhof, bij meneer Koreman natuurlijk ook. Het is gigantisch druk geweest en alle kinderen waren zo mooi versierd en die zagen er prachtig uit. Dus ik ben een hele trotse Sinterklaas. En heeft u ook veel tekeningen gehad van de kinderen? Je wil het niet weten. Ik denk dat alle Pieten gewoon een hele volle jute zak hebben met tekeningen. Ik ben zo verwend. Ja, mooi. Dank je wel, Dordrecht.